kijkers van mijn kanaal. Ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van FIFA Carrière met Arsenal. En dames en heren, zoals jullie zien, de volgende wedstrijd is uit tegen Manchester United. Nou, Manchester United is niet in vorm, zo te zien. Ze hebben 5 punten achterstand op ons. Alleen, wij moeten natuurlijk wel blijven winnen. Want we kunnen ook naar de 6e plek gaan als we dit verliezen. Het kan, oké? Dus we moeten gewoon blijven winnen, hopelijk. Het wordt geen makkelijke wedstrijd. Het wordt echt geen makkelijke wedstrijd uit tegen Manchester United. Een gelijkspel zou ik denk ik zelfs wel blij mee zijn. Want het is Manchester United uit. Dat is gewoon geen makkelijk tegenstander. Maar ik ga zo doen, want dan hebben we veel meer pace op deze positie. Daar hou ik wel van pace. En hij is al skilled. Ook kan niet, hij is geen goede passer volgens mij. Valt mee, het kan wel. Maar ik denk dat ik het zo ga doen. En hopelijk winnen we tegen Manchester United. Maar dat gaan we zo allemaal zien. Ik zie jullie zo weer bij het volgende hoogtepunt. Nou, het eerste hoogtepunt eigenlijk van deze wedstrijd. Tot zo. Oh, wat een goal. Dan moeten we eerlijker zijn. Wat een mooie goal. Hij dribbelt er een beetje doorheen. Fout tussen de verdediging. En dan Di Maria met een ongelofelijke uithaal. Wat een uithaal. Maar we staan wel 1-0 achter, dus poep. Helemaal hier ben ik weer. En ja. Man United zit gewoon ijzersterk te verdedigen. Dat moet ik toegeven. Di Maria die blijkbaar een vorm is. Die heeft al 4 doelpunten gemaakt dit seizoen. En we komen gewoon niet door die verdediging heen. Hun aanval is ook wel goed. Valt best wel mee. Hun middenveld valt ook wel mee. Maar hun verdediging is gewoon echt. Gewoon één rechte lijn altijd. Elke verdediging. Oh. Elke verdediger staat er gewoon altijd. Dat valt me heel erg op. En ja, ik weet niet wat we daar tegen moeten doen. Voorzetten blijkt te helpen. Dit was een hele grote kans voor Walcott. Die er niet in schoot. Goede redding van Lindegaard. Maar het moet beter. We moeten een doelpunt maken. Maar ja, ik zie jullie zo weer bij het eerste hoogtepunt. Na het volgende hoogtepunt van deze wedstrijd. Tot zo. En dan gaat het zo makkelijk. Ik had het niet verwacht. En dan gaat dat zo makkelijk. Kijk hoe die er doorheen komt. Onze verdediging wordt gewoon uit elkaar gespeeld. Waar is de linksback daar? Waar is Shaw bij Rooney? Waar is de... Hoe heet dat? Debussy bij Young. Het gaat gewoon uit elkaar. Walcott gaat nu naar binnen toe. Walcott gaat nu naar binnen toe. Geeft hem op Sanchez. Sanchez die er eindelijk eentje maakt. Weer eens. Is uit vorm. Hopeloos uit vorm. Maar toch maakt hij er weer eens een. Toch staat hij daar. Maar Walcott goed het overzicht houden. De hele wedstrijd al goed gespeeld. De enige die kans creëerde. En dan doet hij dit ook heel goed. En ja, het is gewoon een eitje van Sanchez natuurlijk. Helemaal hier ben ik weer. En we hebben deze wedstrijd met 2-1 verloren. Het was niet meer nodig uiteindelijk. We hadden nog veel kansen. We hadden de hele tijd veel kansen. Maar het wordt niet. Het gaat gewoon niet. Ik weet niet waarom. Maar we hadden gewoon onze wedstrijd niet, denk ik. En Shaw die natuurlijk tegen zijn oude club speelde tegen Manchester United. En laten we deze wedstrijd maar gewoon vergeten. Het was een moeilijke wedstrijd en we gaan gewoon lekker door. Volgende wedstrijd uit tegen Kopenhagen. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten eigenlijk. Het is wel een cruciale wedstrijd, zoals Özil zei. Omdat we deze punten nodig hebben om ja, door te komen überhaupt. En ik hoop dat we moeten winnen. We moeten gewoon winnen, dat is gewoon zeker. Maar ik weet niet wat ik moet verwachten van de club van Kopenhagen. Ik weet niet hoe ze spelen of ze goed zijn. Ik ken ze wel, maar ik heb ze nooit echt zien spelen. Dus ik ben heel benieuwd. Laten we gewoon proberen te winnen. En ja, dan zie ik jullie zo wel weer bij het eerste hoogtepunt van deze wedstrijd. Tot zo. Immobile. Penalty. Dat is een penalty. Ja. Immobile goed gevallen op het juiste moment. Goed gedaan. Oké, strafschop. Oh, ik vond het rood. Dat is een doorgebroken speler. Goed gedaan van Immobile. Die gewoon wachtte op het juiste moment. Zo, dat, wij hebben het heel erg vastgehouden, ja. Sanchez is het er niet mee eens met de beslissing van de scheidsrechter waarschijnlijk. Vond het ook rood. En die mag ook de penalty nemen. Alexis Sanchez voor Arsenal. Sanchez.
Sanchez. En hij zit daar heel goed in. Feilloos ingeschoten door Sanchez. Die ons op 1-0 voorsprong brengt. Mooie penalty, vind ik. Binnenkant lat. En de keeper, ja, wat moest de keeper hier aan doen dan? En die kon er heel weinig aan doen. Maar goed ingeschoten door Sanchez. Walcott, Walcott, Walcott. En die maakt het af. 2-0. Goed afgemaakt door Walcott. Is kalm gebleven voor het doel. Natuurlijk snel, dus hij kan wel heel goed counteren. Kan hem afgeven op Immobile, maar dit was waarschijnlijk wel het beste. Sanchez. Sanchez, en die scoort dan de 3-0. Ja, zo gaat het wel heel makkelijk. Je merkt gewoon het kwaliteitsverschil. Merk je echt. En de keeper die baalt. Goed scoort de Sanchez. Gewoon een subtiel balletje. Dus niet heel hard, maar met een punt in het hoekje. Helemaal hier ben ik weer. En we staan 0-3 voor. Ik had dit niet verwacht aan het begin van de wedstrijd. Voor de wedstrijd eigenlijk. We spelen goed, maar dan mag ik wel tegen zo'n tegenstander. Want het kwaliteitsverschil is echt heel hoog gewoon. Ik bedoel, als je dit vergelijkt tegen Manchester United. Dan is dit gewoon echt super, super, super makkelijk. Vergelijk je gewoon Barcelona met, zeg maar wat, de Graafschap. Weet je, dan... Het is gewoon zo... Ja, ze letten niet op, lijkt het wel, de tegenstander. En bijbel mag ik wel, zoals ik net al zei. Maar ja, gewoon lekker de doelsaldo hoger krijgen. Want dat gaat uiteindelijk ook gelden om ja, te kijken of we tweede kunnen worden. Want Zenit speelt tegen Galatasaray, volgens mij. Ja, die spelen tegen Galatasaray. En als een van de twee daarvan verliest, dan gaat het doelsaldo wie er tweede wordt. Ik weet niet of jullie het nog begrijpen, maar zo gaat het nou. En daardoor kunnen we de doelstelling wel een beetje omhoog werken. En hebben we natuurlijk een grotere kans. Maar ja, ik zie jullie zo weer bij het volgende hoogtepunt van deze wedstrijd. Tot zo. Walcott, Walcott, Walcott. En die maakt een 0-4. Het is het simpel. Ik bedoel, je gaat er gewoon doorheen. Misleiding. Walcott gaat er met snelheid doorheen. En die schiet hem gewoon in de hoek. Ik ben zelf keeper, dat was misschien niet slim. Ik vind het leuk om te doen. Het was wel een goede redding op zich. Maar ja, het staat nu 1-4. Niets om zorgen ervoor te maken. Helemaal hier ben ik weer. En we hebben met 1-4 gewonnen. Klinkende overwinning. Mooie overwinning. En een grote overwinning. Die we echt nodig hadden. Was gewoon even nodig. Dat was lekker. Zenit wint met 5-0 van Galatasaray. Dus dat betekent denk ik dat wij tweede zijn nu. En ja, de volgende wedstrijd is tegen Stoke City in de Premier League. Waar we nu helaas derde staan in plaats van eerste. Door die verlies tegen Manchester United. Maar het is niet anders. Stoke City staat 14e, dus niet al te goed ook. Dus dat moet te doen zijn, denk ik. Ik weet niet of het uit is of thuis. Ik hoop thuis, maar nog makkelijker dan. Maar ja, laten we ze niet onderschatten. Ik zie jullie de volgende keer weer met een nieuwe